We zijn in Filippine, in Zeeuws-Vlaanderen, voor de tweede wedstrijd van de topcompetitie, de Omloop van de Braakman. Je kijkt naar een samenvatting van de 49ste Omloop van de Braakman. Zoals gezegd, de tweede wedstrijd in de topcompetitie. Afgelopen jaar was het Adriaan Jansen die met een indrukwekkende solo naar de winst reed. En Jansen staat ook vandaag aan de start en denkt nog vaak terug aan die mooie dag in 2017. Ja, ik reed net over de finish en ik dacht even van vanmiddag weer, dat zou wel mooi zijn. Ja, vorig jaar kon je uit een kleine kopgroep wegrijden en kwam je solo over de streep. Is een soortgelijk scenario vandaag ook weer mogelijk? Ja, ik denk het wel, met de wind ook zeker. En zo'n scenario is gewoon heel goed voor mij. En daar moet ik het ook van hebben. En ik moet zelf en met Delta ook creëren dat we weer mee zitten in de kopgroep. Of in ieder geval met zoveel mogelijk man in de eerste waaier. En dan moeten we het gaan uitspelen. Ja, Adriaan Jansen noemde het woord al wind. Want het waait vandaag flink en dus zou het wel eens een hele zware koers kunnen worden, denkt ook ex-prof Martijn Keizer. Ja, ik denk normaal als je veel wind hebt, heb je ook slecht weer erbij. Nee, het is nu een beetje verraderlijk dat je nu de zonnetje hebt, dan denk je dat het lekker weer is. Maar wat je zelf al aangeeft, het is gewoon, in de polder staat er gewoon een hele harde wind. En ik denk dat de koers wel gaat beïnvloeden. Als ik zo de vlaggen zie, dan staan ze al strak gespannen. Dus er zal ongetwijfeld veel wind staan en dan wordt het gewoon een slijtageslag. En vorig jaar deze koers met minder wind gereden, toen was het ook een slijtageslag. Dus er staat nu nog wel windkracht eentje erbij of twee erbij. Dus dan weet je gewoon zeker dat het gewoon een hele zware koers gaat worden. Dus ik verwacht zo'n mannetje of 20-30 aan de finish en niet meer. Jasper Haas, Bob Kerkhoffs, Bas Nieuwkoop, Jeffrey van Achmaal en Ronan van Zandbeek. Ja, Daan, de tweede wedstrijd in de topcompetitie alweer, de Omloop van de Braakman. Kasseitjes en laten we de lijst even nalopen van de leiderstruien. Ja, de Wattmeistertrui, daar kan weinig gebeuren, want daar wordt vandaag geen punt in verdeeld. Dat geldt ook voor de bergtrui, want er is geen bergsprint. Maar bij de blauwe trui, de trui voor de beste clubrenner, daar kan wel een verschuiving plaatsvinden. En daar is Martijn Keizer aan de leiding. Ja, Martijn Keizer heeft op dit moment de blauwe trui voor beste clubrenner. Maar ja, hij wordt achtervolgd door een tal van renners. Dus het kan maar zo zijn dat er een andere clubrenner vandaag met de blauwe trui op het podium staat. Laten we kijken naar het wit, Jordi van Loon. Was ijzersterk in de Ster van Zwolle, hè, waar hij dus beulswerk leverde voor Maarten van Trijp. Ja, dat is toch wel echt een kandidaat die met die trui in de haal gaat, hè? Ja, zeker. Hij staat er nu op dit moment goed voor, maar ook daar kan het alle kanten op gaan. Het is even afwachten wat voor rol hij krijgt in deze wedstrijd. Want je zou denken dat hij opnieuw kopwerk moet doen voor Maarten van Trijp. En als hij kopwerk moet doen in een groep van 30 man, hij laat zich naar achteren zakken, is hij buiten de punten. Dan heeft hij een probleem, zeker voor zijn witte trui. Maar stel dat ze net zoals in Zwolle in een klein groepje over de streep komen, ja, dan kan hij zo weer heel veel punten pakken en tegelijkertijd zijn kopman helpen. Blijft Maarten van Trijp in de oranje trui, denk je? Ik denk het wel. Ik weet niet of hij de koers gaat winnen. Wie is jouw topfavoriet? Nou, ik denk dat het is een clubploeg, maar ik denk dat NWVG Groningen vandaag een ontzettend sterk blok heeft. Ze kunnen volledig hard tegen de wind inrijden. Dat wordt geen probleem voor ze om in de eerste waaier te komen. En dan kan misschien wel een man als Martijn Keizer hier misschien laten zien dat het gewoon een ex-prof is. En kan laten zien hoe goede benen hij heeft. Om 12:30 was het zover. De renners mochten vertrekken voor een geheel vlakke koers over 189 kilometer. Geen sprint voor de bergpunten vandaag. En het vertrek is geneutraliseerd en dus blijven de renners voorlopig nog even achter de wagen. En dat is een mooi moment om eens naar de route te kijken die vandaag op het menu staat. Ja, de topcompetitie kent 8 koersen en we zien hier nog eens de kalender die we dit jaar gaan afwerken. De Kraftster van Zwolle was de aftrap en vandaag dus de tweede afspraak in Zeeuws-Vlaanderen. De start vanuit Filippine en al na 10 kilometer staat de renners een kasseistrook te wachten. 4 lussen van 40 kilometer in de vorm van een 8 met daarin 24 kasseistroken mogen de renners vandaag afwerken om te besluiten met nog 2 rondes van ieder 10 kilometer met daarin steeds een lastige kasseistrook. De koers is dan vrijgegeven en het tempo gaat meteen omhoog.
Veel geel vooraan van Vlasman Cycling Team, de ploeg met Jasper Bovenhuis en Jaap Kooijman, die al een goed visitekaartje afgaf in de Kraftster van Zwolle. De Nederlandse seizoensopener waar Monkey Town Cycling Team met 6 man bij de eerste 10 reed, maar niemand op het podium had. Een ploeg om in de gaten te houden en dus maak ik het verslag vandaag vanuit hun ploegwagen. Ja, de omloop van de Braakman is los en het is al meteen in stukken gebroken. Ik zit in de wagen bij Paul Tebak van Monkey Town Cycling Team. Paul, jij hebt met je ploeg waanzinnig goed gepresteerd in de Kraftster van Zwolle. Maar niet gewonnen daar, hè? Niet gewonnen, nee. Dus dat steekt natuurlijk wel. En, ik had liever wagen nummer 4 gereden. En ja, ik moet even goed opletten, hè? Want ze komen van alle kanten terug. Dus we hadden liever daar gewonnen natuurlijk en wagen nummer 4 gehad. Maar dat is niet het geval. En hopen we vandaag dat we dat recht kunnen zetten. Jammer genoeg is Ivo Slikker vandaag niet bij. Dat was de man voor vandaag. Die zou het gaan doen. Maar die is afgelopen week hard gevallen tijdens een training. En dat gaat nog een paar weken duren voordat hij terug is in koers. Maar André Looy, een hele belangrijke man vandaag. Iets voor ons zou kunnen doen. Peter Schulting natuurlijk al houdt zijn linies gewonnen. Kan dit ook heel goed aan. Ja, en dan, we hebben nog diverse eisen in het vuur. Dus hopelijk in de volgende koers auto nummer 2. Maar vandaag winnen. Ja, Paul Tebak wil vandaag winnen. Maar dan is het zaak om heel attent te rijden. Want het peloton is in stukken geslagen. De mannen van Vlasman Cycling Team leiden de dans en we zien hier de groepen in waaiers over de Zeeuwse wegen. Maar groep 2 sluit weer aan bij groep 1 en dat is niet verrassend. In die groep ook de leider in het algemeen klassement van de topcompetitie Maarten van Trijp. Goed te herkennen aan zijn oranje leiderstricot. Is in bloedvorm, won al meerdere koersen, waaronder de Kraftster van Zwolle, de eerste topcompetitiekoers. Maar hoe goed je ook bent, als het waait moet je van voren zitten, want anders mis je de slag. De groepen komen dus bijeen en hier zijn we alweer op de keien beland. 26 kasseistroken vandaag en 24 daarvan tellen mee voor het kasseienklassement. Waarvoor ook een heuse kei als bokaal is gemaakt, net als in Parijs-Roubaix, die een dag later verreden zal worden in Noord-Frankrijk. We zitten dan aan de voorkant van het peloton en de rust is wedergekeerd, want Maarten van Trijp zit weer op de eerste rij. Zo ook Jordi van Loon in zijn witte trui voor beste jongeren in de topcompetitie, waarmee een stagecontract is te verdienen bij Team Lotto NL Jumbo. Maar wegkapitein René Hoog-Himster instrueert zijn manschappen. Er wordt weer geformeerd en al snel heeft Alecto Cycling Team de ploeg in het blauw-geel het spel weer op de wagen. Want het peloton ligt weer volledig uit elkaar, maar nu zit Maarten van Trijp wel mee. Alleen hij heeft slechts één ploegmaat die hem kan ondersteunen en dat is absoluut geen ideale situatie. Dan in het rood zien we Hartijs de Vries. Was heel even prof bij Roompot, maar ondervond hartritmestoornissen en moest zijn contract weer inleveren. Gelukkig is hij intussen weer volledig gezond verklaard en dat is ook te zien aan zijn goede benen hier voorin in de kopgroep. Een beeld dat we de hele dag eigenlijk zagen, een veerkrachtig peloton dat steeds uit elkaar spatte, maar ook weer hergroepeerde. Hier op de kasseien is dat in één beeld gevangen en als je zou denken dat de renners hier achterin uitgeteld zijn en geen kans meer maken op de winst, dan vergis je je lelijk. Want de uiteindelijke winnaar van de koers zit in de laatste groep. Het is even rustig en dat biedt kans aan vrijbuiters. Jasper Hameling van Metec TKH is in de achtervolging op 3 koplopers. Rick Ottema, Rick van Breda, net op de keien in de laatste groep en nu dus vooruit, en Arjen Hofman kiezen de aanval. De 4 krijgen dan bijval van een tweede groep die op de hielen wordt gezeten door een achtervolgende waaier. Uit deze groep rijden 6 man weg, waaronder wederom Rick van Breda, Rick Ottema, Justin Timmermans, Twan Brusselman, Hartijs de Vries en good old René Hoog-Himster, die het hele jaar al een ijzersterke indruk maakt.
De zes koplopers krijgen een halve minuut en zullen lang voorop rijden. En dus heb ik heel even de tijd voor een gesprek met een bijzondere deelnemer aan de koers. Nee, geen renner, maar een ex-prof die actief is als fotograaf in de wedstrijd. I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly with the bomb moon. Ja, ik sta hier bij Leon van Bon, de vaste fotograaf van de topcompetitie. En niet onverdienstelijk profielrenner geweest in het verleden. Leon, je hebt onder andere twee ritten in de Tour gewonnen en je hebt zelf ook meerdere malen Parijs-Roubaix gereden, neem ik aan, hè? Jazeker, was een van mijn favoriete koersen. Ooit een keer vierde geweest, achter drie Marpais. En ja, altijd mooi om te doen en is het altijd leuk om kasseien terug te vinden in Nederland. Ja, want dit is toch een beetje de Parijs-Roubaix van Nederland, hè? Buiten dan de Ronde van Drenthe die er nog bestaat. Ja, wat is vandaag eigenlijk jouw opdracht? Ja, in ieder geval mooi beeld maken. En dat is sfeerbeeld en ook in ieder geval van de winnaar natuurlijk. En ik zit op de motor en ik volg de koers en probeer de mooie plekjes op te zoeken. Hey, een heleboel ex-profielrenners die worden ploegleider. Jij wilde per se fotograaf worden, waarom? Ik dacht van als ik één keer van mijn passie mijn beroep kan maken, waarom niet twee keer? Ja. En dat is aardig aan het lukken en ja, het loopt allemaal goed. Dus. De renners komen er zo aan en dan ga jij aan de slag en dan gaan we aan het werk zien, hè? Ja, precies. We gaan er heel even uit voor de reclame, maar straks zie je ex-prof Leon van Bon at work als professioneel wielerfotograaf op de grond en op de motor. Maar ook krijg je het vervolg te zien van de tweede koers in de topcompetitie. Een loodzware kasseienkoers, de omloop van de Braakman. Welkom terug bij deel 2 van de Omloop van de Braakman. De tweede afspraak in de topcompetitie die verreden wordt op de Zeeuws-Vlaamse kasseien rondom Filipine. We staan op zo'n beruchte kasseistrook te wachten op de koers met ex-prof Leon van Bon, die tegenwoordig actief is als wielerfotograaf en in de Omloop van de Braakman vanaf de grond en vanaf de motor foto's maakt. Je twijfelt over je positie, Leon. Waar denk je aan? Die auto niet zo mooi die erbij staat. Dus ik zit even te bedenken hoe de renners dan zo meteen zitten. Om te kijken dat ik die auto er niet op krijg. En meer het mooie Zeeuwse landschap. Dus het gaat toch weer naar de overkant. Is dit goed? Ja, als die andere fotograaf niet te ver doorloopt, dan is het goed. Je moet blijven opletten, hè? Altijd totdat ze er zijn. Het kan altijd veranderen, dat gebeurt ook meestal. Met het publiek en zo, maar daar zijn ze, dus dat is goed. De foto's vanaf de grond staan erop en nu nog beelden vanaf de motor. Zoals gezegd, Leon van Bon is de huisfotograaf van de topcompetitie en al zijn werk is te zien op de site topcompetitie.nu. Maar hier alvast een voorschotje van een aantal fraaie foto's die hij maakte vanaf de motor. We gaan verder met de koers, want er rijdt nog steeds een kopgroep van zes man vooruit. En zij maken al lang de dienst uit, dus we frissen hier nog even op met de namen voorin. We zien Rick van Breda, Justin Timmermans, Rick Ottema, René Hooghiemster, Hartijs de Vries en Twan Brusselman. In de achtervolgende groep, die op ongeveer een halve minuut zit, wordt er flink aan de boom geschud. Want de langste man van het Nederlandse peloton, Dion, jawel, Beukenboom, trekt hard door en laat alles en iedereen kraken op de kasseien.
Dan zien we Maarten van Trijp tussen de wagens. Hij heeft net lek gereden, is al gedepaneerd en voegt zich nu achter de wagen van ploegleider Paul Tabak van het Monkey Town Cycling Team dat met Rick van Breda één man mee heeft in de kopgroep van 6. Van Trijp weet zijn weg weer naar voren te vervolgen, maar dan een lekke band voor een renner van Monkey Town. De kleinste man van het peloton, Sven van Luik, heeft een lekke voorband, maar als we goed kijken zien we dat hij ook gevallen is. Sven! Oh, los aan mijn pols, jongen! Kijk even. Je wel bewegen? Ja? Wel bewegen? Hij heeft wel last van zijn pols naar die valpartij. Maar mentaal, het beste is natuurlijk dat hij meteen zijn positie pakt in die groep. En niet in dat staartje blijft zitten, maar dat hij gewoon terugkeert. En dan kijken of hij herstellen kan. Want we gaan al bijna de finale in. Hè. Het is nog een goede kleine 50 kilometer. Dus dan moet even die knop gaan omzetten. Kijken of dat lukt bij hem. De knop omzetten is het remedie, maar Sven van Luik had te veel last van zijn pols en moest de koers verlaten. Maar vooraan was het oorlog, want de inspanning van Dion Beukenboom heeft ervoor gezorgd dat er een afsplitsing kwam. 6 renners weten kort daarna de aansluiting te krijgen bij de 6 leiders. En daarmee hebben we 12 man voorop, met daarbij klassementsleider Maarten van Trijp. Maar ook de winnaar van 2017, Adriaan Jansen, meldt zich. Zo ook Peter Schulting, Jaap Kooijman, Piotr Havik en dus Dion Beukenboom, die in augustus het werelduurrecord van Sir Bradley Wiggins gaat aanvallen in Mexico. Alle ploegen hebben wel een pion mee en dan is het meestal zo dat niemand meer wil rijden in de achtervolgende groep. Ik vroeg het Paul Tabak, die de koers nauwlettend volgt in de eindfase van de wedstrijd. Nee, alle Conti-ploegen zitten eigenlijk van voren met 2 man. Behalve Metek zitten dan niet, maar voor de rest zijn ze allemaal met 2 man aanwezig. Dus ja, het zijn dan de clubploegen die eigenlijk en Metek die de achtervolging moeten doen. Paul, mogen we concluderen dat de winnaar bij die eerste 12 moet gezocht worden? Ja, die eerste 12, daar moet je bij gaan zoeken. En dan vind ik dat een Dion Beukenboom vandaag ook een hele sterke indruk maakt. Hij had eerder te maken met pech, kwam toch weer terug aansluiten. En eigenlijk met Van Trijp maakt hij de oversteek richting de kopgroep. En daar zitten toch een paar mannen die al een paar keer... een René Ogiemse die ook heel de dag al voorop rijdt. Rick van Breda die de hele dag ook al van voren rijdt. En die zullen toch ook al... iets minder worden in de finale. En dan denk ik dat de winnaar uit het tweede gedeelte, wat er naartoe is gereden, daar de winnaar uit vandaan komt. Ja, Paul Tabak doet een prognose en ziet de meeste kans bij de 6 verse koplopers. En dat lijkt ook wel te kloppen, want Peter Schulting gaat het niet hard genoeg. De winnaar van de Houtse Linies is in topvorm en wil graag de miskleun van de krachtster van Zwolle rechtzetten voor zijn ploeg, die daar in de breedte de beste was, maar dan telt maar 1 plek en dat is nummer 1. Dan trekt René Hooghiemster op avontuur. Tal van ereplaatsen dit jaar, maar die echte uitschieter ontbreekt nog. We zitten weer op de keitjes en vedergewicht Hartijs de Vries trekt de gashendel open. Klassementsleider Maarten van Trijp is attent, heeft moeite om rechte lijn te houden op de hobbelige kasseien, maar het mag duidelijk zijn dat Hartijs de Vries weer helemaal in orde is. Zoals ik al eerder vertelde in de uitzending was de Vries heel even prof en als het aan hem ligt gaat hij snel weer naar het hoogste niveau terug. De bel voor de laatste ronde. 10 kilometer nog te gaan en Jaap Kooijman rijdt lichtjes vooruit. Vorig jaar was hij nog clubrenner bij de Jonge Renner, maar hij viel op door de winst in de Midden-Brabant-Poortomloop. Teammanager Ton Welling nam hem op in zijn ploeg Vlasman Cycling Team. En nu is Kooijman dus continentaal renner en maakt hij de dienst uit in de omloop van de Braakman. Maar achter hem is er een renner van Monkey Town Cycling Team op komst, Rick van Breda. Een renner die al jaren bekend staat als een hardrijder, maar zelden wint. Rick Ottema, de winnaar van de Ronde van Groningen, komt dan bij Rick van Breda. En de twee hebben het knap lastig om bij de ontketende Jaap Kooijman te komen. Lange tijd blijven ze zwemmen op 25 meter, maar met nog 5 kilometer te gaan komen de drie dan toch samen. Maar achter hen zijn 3 renners weggereden bij de overgebleven kopgroep. En dan wordt er gekeken, getwijfeld en dat betekent dat we 6 man voorop krijgen.
Piotr Havek, Hartijs de Vries en René Hooghiemster hebben zich erbij gevoegd. Maar de zes daarachter zitten nog verraderlijk kort. En daarmee is de finale van de omloop van de Braakman bloedstollend spannend. Dan is het Rick van Breda die naar de rechterkant van de weg stuurt en een aanval plaatst vanuit het zadel. En er wordt getwijfeld door Rick Ottema. Hij denkt, doen jullie het maar. En dat is in het voordeel van Rick van Breda, die meter voor meter wegloopt van zijn belagers. Matthijs de Vries wil het dan dichtrijden, maar de ploegmaat van Rick van Breda, Peter Schulting, is alert. En countert meteen en dan worden de benen weer vlot stilgehouden. Allemaal in het voordeel van Rick van Breda, die op zijn eerste klassieke zege lijkt af te stevenen. En we zijn hier in de laatste rechte lijn waar we amper kunnen waarnemen wat er gebeurt door allerlei voertuigen die het zicht blokkeren. Maar gelukkig hebben we nog luchtbeelden en zien we hoe Rick van Breda knap voorop blijft. En achter hem viert ploegmaatje Peter Schulting al feest, want hij wordt tweede voor Rick Ottema. En zo is het Monkey Town feestje deze keer wel compleet. Matthijs de Vries keurig vierde voor Jaap Kooijman. En daarachter is het Piotr Havik die tekent voor plek 6. Beukenboom zevende voor Hooghiemster en Van Trijp. Justin Timmermans wordt dan tiende. Ik werk er al zoveel jaar naartoe om een keertje te winnen. En ik zit wel vaak mee, maar vaak blijkt die koproep niet weg. En ik had mijn pijlen wel echt gericht op deze koers. Ik voelde dat de vorm groeiende was. In de sterren reed ik eigenlijk ook al goed. En toen zat ik mee en toen sloot Peter uiteindelijk aan. En toen vroeg ik aan Peter, hey, hoe voel jij je? Peter zei dat hij goed was. Dus toen ben ik nog eigenlijk een beetje te veel weer gaan draaien. Maar ja, dat is hoe ik ben, weet je wel. Ik werk graag voor anderen. En nu wist ik toch weg te glippen in de laatste kilometer. En dan zo aan te komen met Peter als tweede, dat is natuurlijk kers op de taart. En ik ga een ovationeel applaus voor de top 3, dames en heren. Laat je horen! Rick van Breda was vandaag de veelvraat. Hij won ook de prijs voor de strijdlust en wordt de nieuwe leider in de topcompetitie en stoot daarmee Maarten van Trijp van de troon. Bij de bolletjestrui uiteraard geen verschuivingen, want er waren vandaag geen bergpunten te verdienen. Zo ook in het klassement voor de Wattmeister. De blauwe trui dan voor de beste clubrenner bleef in handen van de Noordelijke Wielervereniging Groningen, maar wisselde wel van schouders. Ex-prof Martijn Keizer gaf de fakkel over aan Benjamin Hartijs de Vries, die ook meteen leider wordt in het klassement voor de beste jongeren, waarmee een stagecontract is te verdienen bij World Tour formatie Lotto NL Jumbo. Ja, ik had gewoon goede benen en ik heb eigenlijk de hele dag meegezeten en niet één keer achter de feiten aangereden. Dus ik ben wel tevreden op zich over de koers in de finale. Ja, misschien een klein steekje laten vallen in de laatste kilometer, maar ja, dit is net hoe het loopt, dus ja, op zich wel tevreden. Ja, de omloop van de Braakman zit erop en ik sta hier met de kampioenen van de dag. En het leuke is, ik zat weer eens in de goede wagen, toch Paul? Ik zat in de goede wagen vandaag, ja. Je zei al, je moet wel winnen. Ik zei, gaan we regelen voor je vandaag, dus bij deze. Hey Rick, je was... ontzettend sterk. Je bent boven jezelf uitgestegen. Nou, er zijn genoeg wedstrijden dat ik net zo hard rijd, maar vandaag weet ik het af te maken. En dat komt ook doordat we besloten hadden deze wedstrijd te winnen voor Ivar, die lelijk te vals komen woensdag. Dus het is dan mooi dat Peter daar nou nog tweede weet te worden. We doen het eigenlijk Stefan Zwolle reversed, hè? Ja, inderdaad. Daar waren jullie allemaal bij de eerste 10, maar niet de overwinning vandaag. Dus een andere zaak. En Peter, jij reed ook als een trein tweede. Je hebt mooi werk geleverd. Ja, nou zeker op het einde dan... Dan blijkt wel dat je met twee toch net iets meer kan dan als je hier alleen zou zitten, ja. Nou, ik zat vandaag dus in de goede wagen en ik hoop dat jullie het een hele mooie reportage vonden. De volgende aflevering van de topcompetitie, die is in Zuid-Limburg, in Stijn. Ook het terrein van Peter Schulting, die de Ronde van Limburg alles wist te winnen. Heel veel nare klimmetjes, dat is op 29 april. En als jullie kijken is het een weekje later, ergens in mei. Tot dan. Been waiting for a lifetime for you.